Vrienden, ja, ik kom net van mijn tv af. Nou ja, zeg, hebben jullie ook zo verschrikkelijk zitten smullen van Ajax? Nou, dat is toch werkelijk niet te geloven. Ik bedoel, Vitesse, vrienden, dat is toch een ploeg uit de eerste vijf van Nederland. Dat is een goede subtopper. En die wordt dan helemaal, maar totaal weggespeeld door Ajax. En het is toch ongelooflijk. Beste mensen, ik heb zo verschrikkelijk zitten genieten vanavond. Alleen al van de lol. Bij die Ajax-zieden. Ze hadden er zoveel verschrikkelijk veel zin in. Ik bedoel, de energie. Ik bedoel, als ze de bal verliezen. Ik zeg steeds maar weer, ik bedoel. Maar dat komt gewoon omdat ik zo enthousiast ben. Als ze de bal verliezen, moet je kijken, dan vliegen er gelijk 4, 5. Hup, die vliegen op die bal. En hup, dan hebben ze de bal weer terug. In no time zijn ze weer in balbezit. Dat is toch ongelooflijk, vrienden. Dat is het met Ajax. En daarna, de snelheid waarmee er wordt aangevallen. De combinaties. Voep, 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 die bal gaat maar rond. En hup, en Alkmaar één keer raken. Ik bedoel, het is werkelijk voor iedere voetballiefhebber. Is dit toch het Walhalla? Dit is toch werkelijk helemaal smullen? Ja, dat woord gebruikte ik al. En dat zeg ik weer. Want kijk naar zo'n Anthony. Alleen die goal van Anthony. Die is die eerste. Die is. Die andere, dat weten we van hem. Hij kan die bal krullen en komt met zijn linkerbeen. Dat hebben we onder controle. Dat vinden we al gewoon. Maar die eerste goal. Hij is helemaal terug. Heb je het gezien? Hij is helemaal in de verdediging. En daar kopt hij nog mee. Om mee te verdedigen is hij aan het koppen. En dan wint hij half dat duel. En dan komt de bal. En dan begint hij. En dan loopt hij alweer naar voren. Dan is hij alweer in de aanval. En ergens rond, net voorbij de middencirkel, wordt hij weer aangespeeld. Gaat hij weer door met de bal. Die hij zelf veroverd heeft achterin. En dan dribbelt hij naar voren. En tikt hij hem binnen. En scoort hij. Nou, ik heb mijn handen zo hard zitten klappen. En van enthousiasme. Zo'n geweldig doelpunt. Jongens. Nou, ik ben er helemaal moe van. Ja, en ik hoop alleen maar dat jullie, net zoals ik, zo verschrikkelijk genoten hebben van Ajax.